Hallo, mijn naam is Youssef en ik heet jullie welkom in de Absinthe Bar. Vandaag ga ik een classic cocktail voor jullie maken, de Mint Julep. Deze cocktail dateert uit de beginjaren 1800 en is vandaag de dag nog even populair. Jaarlijks worden hier 120.000 van gemaakt tijdens de Kentucky Derby. We hebben onze ingrediënten klaarstaan, dus laten we eraan beginnen. Klassiek wordt deze cocktail geserveerd in een silver cup, ook engeltjes tegenaan. In deze zilveren beker doen we 4 mooie muntblaadjes. Hierna doen we 1 theelepel suiker, gevolgd door 2 theelepels water. Dit zorgt ervoor dat de suiker goed oplost. Nu nemen we onze stamper, ook middeler genaamd in het Engels, en pletten we deze ingrediënten goed samen. Nu doen we hier 1 schep crushed ice boven, gevolgd door 6 centiliter Amerikaanse whisky, ook bourbon genaamd, in dit geval de Maker's Mark. Dus 1 x 3 centiliter. En 2 x 3 centiliter. Nu nemen we onze barlepel en we roeren al deze ingrediënten goed samen en trekken eveneens de munt van onder naar boven, dat deze zeker niet blijft liggen. We doen hierboven nu nog een mooie schep crushed ice, gevolgd door 2 takjes munt die we in het midden van onze cocktail steken. We werken dit af met poedersuiker en een kort tikkertje. Alsjeblieft, smakelijk.